Dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag zijn we weer terug. Met een bijzonder iets. Ik kreeg weer allemaal dingen doorgestuurd over misschien wel mijn beste vriend ooit. En mijn beste vriend ooit is Nick. Nick op hij, Hik op nij. Hij heeft weer een nieuwe tune geplaatst en daarin heeft hij mij letterlijk gedist. Ja, dat accepteer ik natuurlijk niet. Dus misschien ga ik wel een dissect terugmaken. Oh nee. Want daar heb ik helemaal geen zin in. Dus ik hoorde nog wat andere dingen die in zijn TikToks voorbij kwamen die ik zeker moest checken. Dus we gaan vandaag weer even lekker genieten van Nick. Nick, dank je. Ik wil Nick even bedanken trouwens voordat ik deze video begin. Auw, mijn neus. Ik wil Nick even bedanken voordat ik deze video begin. Nick, als je niet zo'n rare gozer was geweest, had ik nooit eigenlijk zulke leuke video's over je kunnen maken. Dus dank je wel. Oké, laten we gaan kijken naar de allereerste video. Dames en heren, ik heb wel wat belangrijks te vertellen trouwens. Het is echt wel belangrijk dat je hier even naar luistert. Want als je hier niet naar luistert, ja, dan kan het zomaar dat je het leven een stuk minder mooi is voor je. En ik wil dat jullie allemaal een mooi leven krijgen, net zoals ik. Vraag je af, Koen, dat je een mooi leven hebt. Nou, dat komt onder andere door deze grote vriend. Mijn erfles. Maar iedereen weet tegenwoordig dat in deze stalen erfles je water 14 uur koud blijft. Dat weet iedereen. Er komen koude maanden aan. Dus dat is voor nu minder belangrijk. Wat nu belangrijk is, is dat de pot, zoals gewoonlijk voor de verandering, heb ik deze keer gekozen voor een cola pot. Ja, ik heb deze gewoon altijd. Maar na het drinken van 5 liter met een pot, is de pot trouwens niet op. Sommige mensen denken dat er 5 liter de pot op is. Nou, ik heb aan mijn eerste pot van erf, toen had ik maar 1 dingetje pot gekregen, weet ik nog. Dat was het echt 3 jaar terug. Heb ik toen echt, ik denk, een half jaar gezogen. Maar het ding is, na de eerste 5 liter is de ultieme smaak eraf. Is het eigenlijk tijd voor een nieuwe? Om weer echt die complete geursensatie te hebben. Dus dames en heren, wat ik jullie aan wil raden: koop ook eens wat nieuwe smaken. Ik zeg het ook tegen mezelf. Ik ben persoonlijk erg groot fan van de Arup Cola Pot. Maar ook ik moet uitbreiden. Ik moet andere smaken ontdekken. Die zijn nog wel smaken veel lekkerder. Maar ik blijf maar gefocust op één smaak. Dat is verschrikkelijk. Dus mensen, als ik zo op de site kijk, dan ga ik proberen de White Peach Smoothie. En ook de Iced Tea Peach lijkt mij erg lekker. En ik bedoel ook wel één keer de cola. Want die cola is zo zalig. En ik wil even die nieuwe ultieme smaak, maar cola's zijn op. Dat is verschrikkelijk. Maar heb je nog een erfles? Ga in de beschrijving en koop die erfles. En heb je wel een erfles? Vergeet die nieuwe pots te kopen. En stuur me even een DM op Insta wat je favoriet is, want misschien kan ik die dan ook kopen. Ik zie hier dat cola heeft maar 4 sterren. En bijvoorbeeld appel heeft 4,5. En bosvruchten heeft 5 sterren. Holy shit. Misschien haal ik wel die bosvruchten. Link in de beschrijving. Bestel het nu. Lieve broeder, lieve zuster. Als jij je alleen voelt, voel je niet schuldig. Lieve broeder, lieve zusters. Waar? Je bent ineens moslim geworden of zo? Ja, want ik weet zeker dat meer dan de helft van de vrienden die jij nu bezit, okay, iedereen überhaupt bezit, dat ze niet echt met je zijn, ja? Oh. Dat ze op saus zijn, dat ze op poep zijn. En dat ze niks gaan bereiken. Als je nu naar een feestje gaat en je vraagt aan de mensen daar wat ze willen doen in de toekomst. Nou. Ik weet zeker dat 99% zegt dat ze het niet weten. Ze weten alleen wanneer het volgende feestje is, op vrijdag of op zaterdag. Of wanneer het volgende festival is, of hoe fucking veel bier ze gaan aten die avond. Oh, I don't give a damn. Ja? Wauw. Bizar, wauw. Ik ben helemaal motivated om nu kaart te gaan werken. Ik zie als reactie, man praat gewoon over zijn eigen leven. Ik kom aan in Mary Mary. Nou, dit is wellicht een Mary Mary, maar dan wel een Mary Mary uit 1995. Hierna de show afgemaakt met 1 schoen. Zo, die gast komt wel agressief in. Moet je kijken, die hier ergens. Die was persoonlijk. Jammer dat niemand met ellebogen komt ingevlogen. Ja, mooi. Je hebt bepaalde dingen in het leven waardoor je veel beter gaat voelen. En ik denk dat dat bij iedereen anders is. Maar doe ermee wat je wilt. En ik zal ze allemaal even op een rijtje zetten. Drink geen kraanwater, zit vol met PFAS. Drink geen kraanwater, zit vol met PFAS. Oké. Ja, drink wat kleine hoeveelheden poly- en stoffen. PFAS, nog nooit van gehoord. U kunt gewoon water uit de kraan drinken. Het RIVM vindt daarom verantwoord om kraanwater te drinken. Oké. Maar Nick op Hij vindt het niet. Dus ik begin nu te twijfelen. Het is gratis, dus dan moeten we jou ook al een belletje gaan rinkelen. Water is helemaal niet gratis. Wat doet hij? Doe je eigen research naar PFAS. Je hormoongestelsel gaat helemaal achteruit. 2% per jaar. 2% per jaar? Oké. 2% per jaar. Dus na 50 jaar heb je 0 hormonen meer. Je hormoonstelsel is dan dood. Als je 50 bent. Als je gewoon kraanwater drinkt. Dus iedereen die nu 50 of ouder is, ik ben even checken. Iedereen die nu 50 jaar is, ooit in zijn leven al kraanwater drinkt. Elk jaar. Die hebben dus allemaal geen hormoonstelsel meer. Al dus niks. Als je wakker wordt, meteen een halve liter water met Celtic zout voor optimaal. Wat lukt deze gozer allemaal? Holy fuck, wat hoor ik? Eerst gaan sporten, daarna pas gaan eten, ja? En eet als eerste ontbijt vetten met eiwitten. Probeer geen koolhydraten te eten, want dan gaat je energielevel zo gedurende de dag, krijg je snel dips, geen concentratie. Kijk, ik ga nu misschien een zieke take gooien. Kijk, ik zal mezelf niet per se omschrijven als succesvol, maar wel als iemand die gewoon lekker bezig is. Het maakt echt, voor of het goed met je gaat of niet, echt, en dan ben je serieus, echt geen ene donder uit of je koud doucht, of je de dag begint met koolhydraten of met vetten met eiwit, en of je eerst sport dan pas eet, en of je spa drinkt in plaats van kraanwater. Het maakt geen donder uit, mensen. Het boeit niet. En het is ook niet zo als je dit gaat doen dat je dan ineens helemaal gelukkig bent of wat dan ook. Nee, zo werkt het gewoon niet. Je gaat je beter voelen door aan te komen in een Mercedes.
Eens. Zou je mij de meta-analyse kunnen verschaffen waaruit blijkt dat ook maar enkele claim klopt? Je doelt ongetwijfeld op studies, toch? Ja, dat doe ik. Water is gewoon vies, is studie achtergedaan, klopt. Dit is deel 2 waar ik... Oh mijn god, deel 2. Oké, let's go. Beter bij volgen durende de dag, wat ik iedereen zou aanraden. En heb je deel 1 nog niet gezien, ga je... Als je dit allemaal doet, dan word je hetzelfde als Nick op hij. Misschien moet Nick een air op je proberen. Nick, als je mij even een DM'tje stuurt, stuur ik jou een air op flesje op. Dan word je hartstikke gezond van en hartstikke lekker is het ook. En je kan er gewoon kraanwater in doen, dat is echt geen enkel probleem. Wordt meteen een shotje pure gember op lege maag. Een shotje gember op lege maag. En toevallig heeft hij zijn eigen gemmerbedrijf. Oh, dat is toevallig. Dus eigenlijk is helemaal niet wat het beste is, maar toevallig wat het beste is voor jou, Nick. Eet zoveel fruit als je wilt, dames en heren. Dat ze zeggen max 2 stukken fruit per dag is bullshit. Dat heeft echt nog nooit iemand gezegd, max 2. Het is minimaal 2 stukken fruit per dag. Je mag maximaal 200 gram groente per dag eten. Nee, minimaal, Nick. Maar ik snap dat in jouw hoofd minimaal maximaal dat je dat soms door elkaar haalt. Maar het zijn zeg maar twee precies tegenovergestelde dingen. Eieren en rood vlees is echt superfood. Ik probeer minimaal elke dag 4 eieren te eten. Is ook biologisch, natuurlijk, komt uit een kipskont. Voor de kip zijn kont. Ah, dat vind ik grappig. Kip zijn kont. Ik wil niet lachen. Een kip zijn kont. Elke dag een 100%. Die lacht. Komt uit een kip zijn kont. Elke dag een 100%. Zo de eerste keer dat ik hem zie lachen. Ik kom er nu achter dat ik hem nog nooit heb zien lachen. We gaan hem in een cryptocursus. Hé, mensen, besef trouwens dat onze Maxime, onze gekkie, die is gestopt met zijn Telegram. Hij is ermee opgehouden. Ineens op een dag was alles gedelete, weg. Toen heb ik nog op mijn Instagram gezet van ik ga even een nodig onderzoek doen. En mijn onderzoek was dat ik hem een DM heb gestuurd van wat is er gebeurd. Maar hij heeft niet gereageerd helaas. Ik zie veel mensen zijn bezig met status en met het oog voor een ander. Ja. Ze zijn bezig met hoe ze zelf gevonden worden door de rest. Mm-hmm. Ze zijn niet bezig met hunzelf, ze zijn bezig met hun ego. En jouw ego is jouw alter en jouw alter is niet jou. Okay. Je alter is hoe jij bent in het oog van een ander. Dus hou je wat meer bezig met jezelf, dames en heren. En ga zelf stappen maken, vergelijk je ook niet met anderen. En geloof me, dan ga je pas echt groeien. Als je connect met elkaar en niet haat op elkaar. Oké, dus je moet eigenlijk focussen op jezelf. Dus niet bezig zijn met status. Maar Nick, waarom heb je hier dan een Givenchy shirt aan? Volgens mij is hij wel nep, maar dat is toch ook wel iets status? Of is dat of telt dat dan niet mee? Ik ben zo vest als Thierry Henry, want ik kom aan in Mary Mary. Hij komt aan in Mary Mary, oké. Is dat status dan? Doe je dat voor status? Of is dat dan niet? Goed. Nee, ja, ik snap wat je bedoelt, ja. Goed dat je ook voor jezelf inderdaad... Je bent er totaal niet bezig met status natuurlijk. Nee. Je kan het nooit goed doen in iedereen zijn ogen. Dus doe vooral wat je zelf leuk vindt, waar je gelukkig van wordt. Oké. Als je nou links of rechts of dit of dat of zus of zo doet. Ja. Ze hebben altijd wat te zeggen over jou. Daarom. Daarnaast heb je ook nog haters. Onthoud, dames en heren. Haters staan altijd onder jou. Ik heb nog nooit een fucking haatcomment onder iemand geplaatst. Op een foto of een video. Ik heb daar geen tijd voor. Ik ook niet. Of zouden we dit kunnen omschrijven als haat? Dit is geen haat. Ik haat Nick niet. Ik vind het gewoon een enorme mafkees. Als je een probleem met iemand hebt, stuur hem een berichtje. Als je zijn nummer niet hebt, ken je hem niet goed genoeg. Dus als je een probleem met iemand hebt, stuur hem dan een berichtje. En als je zijn nummer niet hebt, dan ken je hem niet goed genoeg om een probleem mee te hebben. Quote is, if you have a problem with me, text me. And if you don't have my number, you don't know me well enough to have a problem with me. That is so good. Oké, Nick. Goed verzonnen, ja. I like it. Ik ben maanden bezig geweest om iets te realiseren voor mijn volgers, namelijk... Maar hij is niet bezig met status. Dat tasje van Louis Vuitton, dat is toevallig om zijn nek gevallen. Maar hij is niet bezig met status. Natuurlijk niet. Er is een team dat track record certified is, dat voor mij breed. Er zitten 8 mensen in dat team. Hij doet dus precies hetzelfde als dat Maxime doet. Precies hetzelfde. Exact precies hetzelfde. Dit is een team wat treedt. Die zeggen, doe geld erin. En hij krijgt gewoon een deel van dat geld elke keer als iemand het geld erin stopt. Dus precies hetzelfde. Nou, ik ben benieuwd of hij ook gaat zeggen dat je alleen maar geld kan verdienen en niet verliezen. Want dan kan hij binnenkort ook opdoeken. Dat is Maxime. Jij zit nu als het goed is in Nederland. Ja, klopt. Regen, slecht weer. Nee, valt het mee. Best lekker weer. Zeurende mensen, gadver. Ben jij het weer in Nederland zat? Ga naar het buitenland. Maar daarvoor moet je wel geld hebben. En om geld te hebben, moet zij soms dingen opofferen. Hetgene wat ik doe, naast crypto en naast gender, is ik investeer in een tradingbot. Er zit een team wat 13 jaar actief is, 13 jaar winstgevend, zit er ook achter. Ze traden op volumes en algoritmes. Het enige wat ik doe is niks. Niks. Letterlijk niks. Hun traden voor mij, ik kopieer hun trades. En het leuke is, iedereen kan dit doen. Jij kan dit ook doen. Je hoeft alleen een accountje aan te maken, gratis. Je hoeft te koppelen aan die bot. Gratis, kost normaal €400. Dus waar wacht jij op?
Statistieken liegen niet. 93% van de afgelopen 800 trades zijn succesvol. Oh, 93% van de afgelopen trades zijn succesvol. Nice, ja. Het is vanaf €500 is het al mogelijk. Het is geen scam. Je hebt ook nog compound in. Het is geen scam. Oh, dit is echt een grote scam. Dit is echt een grote scam, jongens. Oh, nee, 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 nee. Nee, 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 dit is een grote scam. Op het moment dat iemand zegt het is geen scam, is het een scam. Hier krijg je elke maand krijg je 16% rente. 16% rente. Nou, ik ken trouwens helemaal geen mensen. Dat is niet waar ik nu ga zeggen. Er zijn al zoveel van dit soort bedrijf, partijen, dingen omgevallen. Omdat dit werkt. Ik ga het even makkelijk uitleggen. Je krijgt dus superveel rente op je geld. Kijk, hier krijgt iemand €1000, stopt hij erin. En na een jaar heeft hij €6000. Dat kan niet. Dat kan niet. Het ding is dat je dus... Je krijgt 16% rente per maand. Dat is natuurlijk helemaal koekoek. Maar dat kan, omdat als er nieuwe mensen bijkomen, wordt dat geld gebruikt om dan de rente van deze persoon te betalen. Stel, Nick die stopt €1000 daarin. Dan moet hij dus 16% rente krijgen. Nou, dat kan in principe niet. Maar als hij tegen mij zegt van, yo, stop er ook €1000 in. Ik stop er €1000 in. Dan wordt bij hem die eerste maand die 16% kan makkelijk betaald worden van mijn €1000. En de maand erna ook, en de maand erna ook. En als ik dan weer twee mensen, ik heb bijvoorbeeld Matt en Rob, zeg, jongens, ik heb iets te geks. Als jullie allebei €1000 inleggen, dan word je fucking rijk. Want kijk dit statistiekje. Zij betalen dan voor mijn rente. En ook weer deels voor niks rente. En zo blijft het opstapelen, opstapelen, opstapelen. Totdat, dit is een belangrijk punt. Rob en Matt hebben geen vrienden. Namelijk alleen ik, maar ik zit er al in. Dus ze zeggen tegen hun ouders van, yo, ik zou ook €1000 inleggen. En ze zeggen allebei van, nou nee, dat gaan we echt niet doen. Daar hebben we echt geen zin in. Dus dan is dat geld er niet meer. Waardoor die rente niet meer uitbetaald kan worden. Waardoor iemand zijn geld eruit gaat halen. En dan stort zeg maar heel die piramide zo in elkaar. En dan ben je al je geld kwijt. Dit is een letterlijk piramidespel dat deze man loopt te promoten hier. Dit is toch ongelooflijk? Dit is echt ongelooflijk. Dames en heren, binnenkort komt mijn nieuwe pokoe kantelen uit. Jongens, nieuwe pokoe kantelen. Dit is ook mooi, hè? Ik ben niet ready voor dit. Let's get it. Zak, 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 zak. Naar beneden doe het traag, 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 traag. Ben altijd in voor een visser. Ik ben daar, 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 daar. Poel op onder, taal onder, loo, ja, laag, 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 ja, laag, ja, laag, ja, laag. Oké. Okay. Nick zit hier in een merrie. En hier komt het stuk waarin hij mij legit dist. Ik ben zo ooit al gedist door Brent. Laat me even zeggen dat je dom bent. Omtrent de dingen die je doet met je content, sukkel. Nee, middelvinger. Nou, wat hoor ik hier allemaal? Wat is dit onaardig gedoe, joh? En nu heb ik dus nog een boos gemaakt aan Nick. Ik moest even bijkomen hiervan. Maar ik ga het toch laten zien, want zo ben ik ook alweer. Ik ben wel eerlijk daarin. On vacation, what a view. Influencer, dit is nieuw. Je zou maar groot zijn, DMP. Je chick wil fame, ja, CCC. Maar hier moet ik even een paar dingen op zeggen. Ik ga even de lyrics door. On vacation, what a view. On vacation, what a view. Influencer, dit is nieuw. Yes. Influencer, dit is nieuw. Zou maar rood zijn, DMP. Je zou maar rood zijn, DMP. Hier wil ik even twee dingen op zeggen. Ten eerste, je zou maar rood zijn. Ik weet niet waar hij het dan precies over heeft. Dat kan haast niet over mij zijn. Ten tweede zegt hij DMP. Ik heb mijn YouTube-naam veranderd in 2020. Daarvoor heet ik inderdaad DMPNL. Daarvoor heet ik Doenopres.nl. Aangezien hij weet dat ik DMP heet. Deze gozer is gewoon een fanboy. Het is gewoon een fanboy. Ik ben gewoon al video's lang een fanboy aan het roasten. Fuck man. Nick, het spijt me. Ik wist niet dat je fan was. Oh nee. Nick, sorry. Oh, ze gaat nog zeggen. Ik wist nog hoe je in FIFA 15. Die te gekke speler pakte. En dat je toen een fudraf deed tegen Matty. Dat was te gek. Zak, zak, zak. Oké, okay, gaat hij daarna nog even over mijn Jul? Je chick wil fame, ja, CCC. Chick wil fame, ja, CCC. Het is niet uitgegaan omdat ze fame wilde. Dat ze beter bij me kunnen blijven. Hallo, kijk hoe lekker we gaan met bankzitters. Koentje. Ik moet echt die foto een keer veranderen. Die foto, dat ben ik gewoon niet meer. Maar goed, hij heeft mij aardig gedist. En ik accepteer de dis. Prima, Nick. Het is goed. Join gratis de prooi als klas op Telegram. Oh mijn god. Oh mijn god. Hij heeft een Telegram. Mensen, hier ga ik misschien wel een keer naar kijken. Maar niet nu. Dit is mooi geweest. Ik moet altijd stoppen na een tijdje zoveel domheid. Want dan val ik helemaal in elkaar en zak ik in elkaar. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie later bij een gloednieuwe video. Bedankt voor het kijken. Bye. En koop je Aeroflash. En nieuwe pot.